Hallo allemaal. Hoi. Weer een vlog deze week van ons. Ter voorbereiding op onze vakantie. Want ja, die gaat toch echt beginnen. We staan eigenlijk op het punt om weg te gaan. Eigenlijk wel. Er zaten nog wel wat voorbereidingen aan vast. En nou, Ron is als een van de voorbereidingen met de kleine meid richting het consultatiebureau geweest. En volgens mij was papa Ron zenuwachtiger dan Liv. Die had natuurlijk al 2 rondes gehad. Alleen dit was papa Ron zijn eerste ronde. Ja. Duco kon de eerste 2 keer naar het consultatiebureau voor de prikjes. Maar de 3e keer kon hij niet. Dus moest ik. En ik ben niet zo'n held met prikjes. Liv die ligt nu nog lekker in de box te lachen en weet nog van niks, maar we gaan straks naar het bureautje voor de prikjes. En deze papa is daar al behoorlijk zenuwachtig om. Ik moest eigenlijk met klotsende zweetoksels naar het consultatiebureautje voor de prikjes. Maar Liv, toppie als ze is, had er niet zo heel veel last van. Prikjes gingen goed. En dit is Liv, 5 minuten na de prikjes. Beetje huilen en daarna gewoon lekker slapen. De vrouw van het constatiebroodje die lachte me een heel klein beetje uit volgens mij, maar ja, het is aardig van bezig. En ik ben eigenlijk met Paulien richting de ambassade van Zuid-Afrika gegaan om daar een stempel te halen, aangezien alle papierwerk rondom het gezag nog niet bij mij ligt en ook nog niet bij Ron, moet je naar de ambassade toe om een stempel te krijgen, die moet Paulien halen, zodat ik met mijn eigen kind naar Zuid-Afrika mag. Nou, we zijn bij de Afrikaanse ambassade geweest. Om alle papieren te regelen voor hun vakantie. Daar moest Paulien bij zijn. Het was even wat werk, maar het is gelukt. De kleine meid die is er ook bij. Dus we hebben de papieren. We kunnen op vakantie. Maar je had ook nog tijd om gewoon gezellig met Paulien door de stad in te gaan. Ja, lekker quality time. We zijn even lekker wezen winkelen in de stad. En we hebben ook nog even lekker geluncht bij een favoriet tentje van ons. Het is eigenlijk een supergezellig dagje. Paulien heeft nog even kunnen knuffelen op de valreep met die kleine lachenbek die je de hele tijd tussendoor hoort. Verder werden we nog gebeld door RTL Boulevard. Daar zijn we ook nog tussendoor even geweest vanwege een item. Dus, ja, dus dat kwam wel even snel op ons pad. Ja. Dus, maar Duc, we gaan natuurlijk naar Zuid-Afrika en daar is het zo'n 30, 35 graden. Ja, zeker. En wij hebben hier natuurlijk eigenlijk alleen maar winterkleren voor Liv. Nee hoor, ook zomaar. Ja, wat heb jij allemaal al niet gekocht? Ik koop dagelijks kleertjes voor mijn kind. Dus nee, ik vind het heerlijk om te shoppen voor die kleine. Dus de garderobe, die zal niks tekort komen. Ook niet in Zuid-Afrika. Eigenlijk een hele nieuwe set, puur voor deze 3 weken vakantie. Ja, maar eigenlijk een volkverhuizing 2.0. Want god, wat neem je allemaal mee als je met een kleine van 3 maanden op vakantie gaat. Het is echt net een complete volkverhuizing. Wat hebben we allemaal spullen gepakt? Nou... echt enorm veel. Voeding. Het is sowieso al eerst uitzoeken bij de luchtvaartmaatschappij. Wat mag je allemaal meenemen? Ja, dus we mochten een extra koffer mee, maar ook de kinderwagen, een maxi-cozy. Ja, en hoe ga je dat allemaal meenemen? Dus ik kijk af en toe daarheen, want er staat genoeg. Ja, ik kon zelfs rond in een tas stoppen, dat past allemaal. Ja, precies. Tijdens het inpakken heb ik het verkeerde ingepakt. Hij zit er nog in. Maar we gaan hem bevrijden. Tada! Grote tassen zijn er nodig om een hele kinderwagen met alle wielen en opzetstukken bij mee te nemen. Ja. Dus we worden zo opgehaald. Ja. En dan reizen we naar Schiphol. En dan gaan we de vlucht. We vliegen eerst een uurtje naar Londen. En dan door naar Johannesburg. En dan 11 uur naar Johannesburg. Gelukkig zijn het nachtvluchten. Ja, en we hebben natuurlijk onze goede vrienden bij ons, waar we ook super blij mee zijn. Ja, we gaan met hele goede vrienden op weg. Ja, dus. En Liv kennende hoe ze zich de laatste maanden heeft gedragen, dan denk ik dat het best wel een prima... flesje erbij voor het opstijgen en dan heeft ze dat om te sabbelen. Nou ja, of de hand, dat kan ook nog. Nou, we zijn in Johannesburg. We hebben net onze huurauto opgehaald. Daan heeft het super goed gedaan, van de vrienden van ons. Maar Liv heeft ook fantastisch gedaan, de vlucht. Volgens mij geen enkel huiltje. Nee, ging helemaal dus dat prima. Is helemaal goed gegaan. Iedereen om ons heen was ook heel erg blij. Onze reis kan gaan beginnen. In de volgende vlog zul je onze eerste week vakantie zien. En hopelijk wordt dat een topvakantie. Maar tot volgende week. Doei. Doei.